Een deel van de gedupeerde rijschoolinstructeurs en hun leerlingen verzamelen zich vanmorgen bij het Silverdome in Zoetermeer. Ze voelen zich bedonderd door de eigenaar van de rijschool, Ferry Albrecht. Die man is geld vandoor gegaan met geld van andere mensen. Dan zit hij nu lekker op vakantie, hoor ik, in Spanje of ik weet niet waar. Maar ons ook helemaal niks laten weten. Ik moest ook van hem 17.000 euro krijgen. Hoeveel? 17.000 voor 2 maanden. Er zijn hier ook mensen die geen rijles meer kunnen nemen omdat ze gewoon het geld niet meer hebben. Want ze hebben al het geld aan hem gegeven. Dus ik vind het echt heel triest. In een stoet van zo'n 40 lesauto's rijden ze naar Den Haag. Daar willen ze de politiek bewegen om gedupeerden te compenseren en maatregelen te nemen tegen fraudeleuze rijscholen. Want de frustratie zit hoog. Ik ben ook gedupeerd voor 1800 euro, zonder rijbewijs en geen rijlessen nu ook meer. Dus ja, Ferry is gewoon een oplichter. Meer kan je er niet over zeggen. Het is gewoon een vuile oplichter. Je kan net zo goed alleen belasting oplichten en niet ons, weet je. Maar hij heeft ook ons erbij meegenomen. Nee, ik wou even de schade laten zien die meneer Ferry Albrecht heeft achtergelaten hier zo. Zowel financieel als persoonlijke schade als materiële schade. Dus ja. Ik begrijp niet dat dit kan gebeuren in ons mooie Nederland. Ik begrijp het niet. En dat begrijpt Tweede Kamerlid Gijs van Dijk van de PvdA ook niet. Hij neemt de wensenlijst van de demonstranten in ontvangst. Naast compensatie voor de gedupeerden gaat hij bij de minister pleiten voor een meldpunt en kwaliteitskeurmerk. Iedereen kan een rijschool beginnen. En gaat dan allerlei verplichtingen aan met instructeurs die voor je komen rijden. Allerlei leerlingen die op een veilige manier de weg op moeten hun examens gaan halen. En daar blijkt niet echt een kwaliteitscontrole op te zitten. En daardoor kunnen dit soort drama's voorkomen. En ik wil dat voor de lange termijn echt op de politieke agenda. Want dit moet ook niet zomaar kunnen. We zijn wel een beetje tevreden, want hoe heeft hij gereageerd? Dus ik hoop dat hij wel in de Kamer vraag stellen. En hij heeft gezegd dat hij gaat van de week met mij contact opnemen daarover. En dan gaan we op tafel gaan zitten en bespreken hoe kunnen we dit oplossen. Al vindt een groot deel van de demonstranten dat bij die oplossing ook een strafrechtelijk onderzoek tegen de rijschoolhouder hoort. Het beste zou zijn dat die ferry gewoon wordt opgepakt en dat wij ons geld terugkrijgen. Ja, dat geld terug dat gaat natuurlijk niet gebeuren, daar ga ik niet vanuit tenminste. Maar ja, hij moet gewoon opgepakt worden, klaar. Hij moet gewoon gestraft worden voor hetgene wat hij nou heeft gedaan.